op het 10-jarig jubileum van Wijzer in Geldzaken. We zijn hier in de Ridderzaal en we vieren hier het 10-jarig jubileum van Wijzer in Geldzaken met een symposium. De afgelopen 10 jaar heeft u als Wijzer in Geldzaken community heel veel tot stand gebracht. Ik ben er trots op als erevoorzitter sinds 2010 betrokken te zijn geweest bij dit werk. U doet fantastisch werk. Uiteindelijk gaat Wijzer in Geldzaken niet om financiën, maar om mensen en hun toekomst. Ik hoop dat wij de komende jaren op u mogen blijven rekenen. Heel hartelijk dank voor uw inzet. Ik zei net al tegen Hare Majesteit dat ik het fantastisch vind hoe zij zich gecommitteerd heeft. Ik zou ook tegen iedereen hier willen zeggen dat ik het fantastisch vind hoe allerlei instanties uit de samenleving zich aan dit heel belangrijk onderwerp hebben gecommitteerd. En ik zou u allemaal ook vooral willen vragen, ga daar mee door. Want het is de moeite waard, het is heel erg belangrijk. Als we het hebben over de puberteit of de adolescentie, dan vind ik het belangrijk om even aan te geven waarom dit zo'n unieke fase is in iemands leven. Ik wilde een lans breken voor de adolescentie als een belangrijke periode om te leren omgaan met beloningen en om wat dat kan betekenen in hun leven. Wijzer in Geldzaken is ontzettend belangrijk, vooral omdat ze heel goed het perspectief van de jongeren ook innemen. Dus het is niet alleen maar dat volwassenen jongeren vertellen wat ze moeten doen. Ze proberen echt mee te leven met hoe jongeren zich voelen en gedragen en wat daarin belangrijk is. En de methodes die in de klas worden gebruikt, die zijn gewoon allemaal heel effectief en sterk. En ik hoop dat er nog veel meer van komt in de toekomst. De flexibilisering van die arbeidsmarkt heeft natuurlijk grote voordelen. Maar het heeft ook nadelen. En het nadeel zou wel eens kunnen zijn dat er een uitholling van menselijk kapitaal kan plaatsvinden, omdat dus die werkgever ook niet meer de noodzaak voelt om te investeren. Wijzer in Geldzaken is een enorm belangrijk forum. Het is een belangrijk forum in die zin dat het mensen bewust maakt van onder andere bijvoorbeeld de pensioenproblematiek. En wat heel belangrijk is, is dat mensen ook bijvoorbeeld die tools kunnen gebruiken, ook op de website, om meer inzicht te krijgen in hun eigen situatie. Elke overheid geeft geld uit aan zaken die ze van een deel van de burgers of de klanten gratis hadden kunnen krijgen. En dat vergeten we de hele tijd. En volgens mij komen er heus nog een paar financiële crisis aan. En dan moeten ook mensen nadenken over hoe krijgen we dat dan opgelost. En ik vind het niet monetair spoor super relevant om te gaan verkennen. Een van de onderwerpen waar ik over gesproken heb is dat er naast monetair kapitaal, geld, waarvoor we natuurlijk bij elkaar zijn, ook nog een andere vorm van kapitaal bestaat, namelijk sociaal kapitaal. En de grap is, de meeste mensen weten het bestaan niet van sociaal kapitaal, zijn er niet mee bezig. En volgens mij, als we jonge mensen leren hoe sociaal kapitaal werkt en hoe je elkaar kan helpen en dat je daarmee ook toegang krijgt tot dingen waar je anders geld voor nodig had, dat het een stuk makkelijker wordt om met het schaarse geld wat je wel hebt beter om te kunnen gaan. Dus volgens mij is dat een belangrijk stukje in de puzzel die we met z'n allen op te lossen hebben. Dus ik wil jullie, de munt die we aan de koningin vandaag hebben aangeboden, ook als dank voor jullie inzet aanbieden. Oh, ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Piet ook, alsjeblieft. Alsjeblieft, Bennett. En last but not least, Anita. Nogmaals groot applaus voor de oud-voorzitter en de huidige voorzitter van Wijzer in Geldzaken. Dank jullie wel. Ja, het was een hele mooie dag waarin we een hoop gehoord hebben. We hebben een hoop bereikt, is de conclusie, maar er liggen nog genoeg uitdagingen voor ons.